Dames, welkom. De koffer. Ik zal mijn water weer even aan de kant zetten. Nou, ik vertelde van een week al, nog eergisteren, dat als je weer klaar bent, dat je koffer weer speling krijgt. Nou, ik heb er toen, wat heb ik erop gezet? Dit en een pot, geloof ik. En toen ben ik pompom eten gaan geven en de kattenbak gaan doen. En voordat we naar boven wilden gaan, nou dan ben je nog geen half uurtje verder, zat hij alweer helemaal goed. Dus het heeft nog niet eens geen uurtje nodig. Je hebt in principe aan een kwartiertje, half uurtje, om het... ik heb hem hier nog niet eens helemaal aangegeven, zie ik. Om de boekbindlinnen weer in model te krijgen, heb je daar genoeg aan. Hier laat hij ook nog los. Ik hoor wat vallen aan de binnenkant. Ja, er zit nog wat in. Wij hadden deze. Dan moet ik even kijken of dat de goede is. Want ik ben inmiddels al verder gegaan met snijden. Ja. Wij hadden dit plankje. En we hadden twee van deze plankjes. En de maten heb ik vrijdag bekendgemaakt. Hey, Patrice, je komt als geroepen. Goedenavond. Mijn vraag net aan Sylvia was... Heb jij iets van nepleer? Of iets van leatherlook-achtig? Of heb jouw hubby dat heel toevallig? En dat is dan voor het deel wat hierin moet. Dus niet aan die kant, maar aan die kant. Dan moet je even denken, wat zou daar ook weer komen? Ik ben even mijn potjes goed aan het zetten, want het is hier een beetje in elkaar gestort, zo te zien. Dus dat, heb jouw man dat heel toevallig? Of heb jij dat zelf? Het hoeft nog niet eens echt 100% leer te wezen. Het mag ook sky zijn of leatherlook of hoe noemen ze dat? Lookalike iets van die kwaliteit. Oké, okay. Intussen, deze komt hier. Maar, daar gaan wij wat achterbouwen. Wij gaan daar ook dit systeem achter zetten. Aan twee kanten. En als hij dan dicht gaat, moet hij binnen dit plankje vallen. Dus eigenlijk komt zeg maar dit als deksel, hè? Zo moet je het een beetje gaan zien, gelijk met deze. Nou, we weten, het plankje is 2 mm. Dus wat gaan wij doen? We gaan hem gewoon aftekenen. En wij tekenen hem af. Nou, pak weg. Op het oog. Ongeveer 2 mm eronder. En dat doen we met beide plankjes. Deze haal ik even weg. En dan pakken we deze. Dat hebben we wel, maar ik weet niet welke kleuren. Het ligt nu ergens boven in de balk. Ja, weet je, ik heb hier een nep zwart liggen. Maar ik denk als je de kleuren bruin hebt. Of je hebt een beetje de kraftkleur of cognac. Of een andere kleur die in dat papier terugkomt. Dat wel heel mooi is. Ja, ik denk dat je voor bruin tinten of cognac of zo moet gaan. Ik denk dat dat het mooiste is. En ik heb hier gewoon zwart liggen. En ik ga mijn box ook zwart maken. Althans, mijn schilderwerk. Dus dat maakt mij niet zoveel uit. Alleen mijn binnenkant zal wat minder mooi worden, denk ik. Even kijken hoor. Heb ik het hier staan? Yo! Nou, het is een gigantische rol. Kijk, hij is namelijk zwarte leer aan de buitenkant. En dit is de binnenkant. Dus ja, nou ja, oké, okay, boeien. Heb jij dat nog trouwens, John, op je werk? Die komt van mijn werk. Ja? Maar ik weet niet of jij elke andere kleuren had. Niet. Hoe groot moet het zijn? Nou, zal ik eens even kijken. Qua hoogte
Werk jij natuurlijk in centimeters, denk ik, hè? Hij moet hierin passen, dus maximaal 9. En dan ongeveer 15 inch. 15 inch breed bij 9 inch hoog, max. Kijk, het is dan ook dat de mensen weten waar ze dat kunnen halen. Of kunnen krijgen. Dan haal ik hier niks. Oké, ik ga deze op maat maken. Dus dat zou anderhalve... Ja, ik zou geen maten noemen hier, hè. Maar goed, anderhalf inch. Het komt op deze uit. En het is handwerk, dus je moet echt even kijken wat werkt er voor jou goed. Zo, ik heb weer diepvriesvingers. Wat ik doe, ik leg er even een plankje achter in verband met hou vast van mijn liniaal. Zodat hij niet, nou, hij klapt sowieso niet om zo te zien. En wat is dan wat jij hebt liggen? Een soort sky of ladder look of... Nou, wat ik doe om twee plankjes tegelijk te krijgen, is dat ik ze gewoon op elkaar leg. Ik zorg dat het echt goed gelijk ligt. Zo. Deze friemeltjes kan weg. Ja, super. Oké, soepele sky-achtig iets. Ja, nee, dat is de bedoeling. Het mag, het moet wel een beetje, ja, om, je weet waarvoor het is. Dus het moet niet te veel, want anders gaat het scheuren. Lekker dan, lekker omslachtig. Oké, deze twee, die moeten aan de bovenkant rond worden. Nou, dan kan je heel moeilijk gaan zitten doen om hier al met een... cirkel ding te gaan werken. Ik ben lekker in mijn woorden vandaag. Hoe noemen ze die? Cirkel snijden. Je kan ook zeggen, ik pak gewoon een pot. Of ga ik deze voelen? Deze is bijna leeg. En wat er nog in zit, nou, dat is echt heel minimaal. Dus dat zal niet meer gaan lopen. Ik zet hem neer. En dan wil ik hem vanaf de hoek. Zo. Dat dan de rand hebben. Nou is het moeilijk om er dan natuurlijk twee tegelijk te krijgen. Dus we doen hetzelfde trucje. Dus eentje snijden. Of eentje snijden. Eentje tekenen we. En of je hem nou iets langer door laat lopen. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat deze hoek weg is. En ik pak daarvoor. Nu. Eerst eventjes. Timmetjes schaar. En dan knip ik hem korter. En in zoverre. Dat je een klein randje krijgt. Als je dat namelijk doet, dan kan je daarna prima op het tekenlijntje knippen. Dat gaat sneller dan snijden. Dan leg je de twee plankjes op elkaar. Echt aan alle kanten. En dan teken je hem opnieuw af. Goed langs het randje. Dus niet zo, maar probeer hem echt strak langs het randje te zetten. En dan doen we bij deze hetzelfde. Dus we knippen hem eerst korter, want je ziet dat dat moeilijker gaat, want je kan hem niet bewegen. En dan knippen we hem op het randje, op het getekende lijntje. En dan knip ik eigenlijk net aan de binnenkant. Dus tegen de lijn aan. En als je dat gedaan hebt, heb je twee exact gelijke
dingen. Oké. Nou moet ik even heel goed gedenken. Want met dit gedeelte ben ik dus fout gegaan bij de prototype. Om dat heel eerlijk te zeggen. En is dat netjes om te zeggen? Nou, weet ik eigenlijk niet. Maakt me ook niet uit, want ik vond dat gewoon heel vervelend. Dat fout was gegaan. Dus dat moet ik nu op zien te lossen door... ja, dat is even wel een lastig dingetje. Ik moet even denken hoor, ondertussen. Wat ik vast ga doen. Deze worden erop gezet. De bocht gaat naar beneden. Die komt er hier op. Zo. Dat doen we met strips. En dat doen we met lijm, want hij moet goed vastzitten. Dus strips. En lijm. Nou, hopen dat hij nou weer een beetje mee wil werken. Ik zal vast dat... metalen sprietje, waar heb ik die neergelegd? Hier. Erbij pakken, want ik ken het zelf alweer. Even denken. Hij komt zo. Die komt aan de buitenkant. En deze knip je dus rond eraf. Die komt zo. Maar er komt er ook één aan de binnenkant te zitten. Dit moet echt als een huis zitten. Goedenavond, Nikki. Leuk dat je er weer bent. Oké. Dit flapje ronden we meteen netjes af. Dat doen we aan de andere kant ook. Dus we maken aan beide stukken, aan het lange deel, zetten we de tape. Ik heb mijn camera dus weer wat naar beneden gezet, zodat jullie het hier kunnen zien. Zodat ik wat minder buiten beeld werk. Maar ja, vorige keer kon het even niet anders. Oké. Dat is dit. Dit gaat zo. En die komt er hier aan. Nou moet ik even denken of dit goed gaat. Dit gaat hem wel worden. Dan is het makkelijk, want nu kun je er nog goed bij. Is om hem even te marken. Markeren, dat is een beetje Nederlands. Ik doe hem ongeveer een stukje terug en dan zet ik een streepje. En dat doe ik aan deze kant ook. En dat hoeft niet exact uitgemeten te worden. Maar hier gaan we nog even een rand omheen zetten. En dan hoef je het hier niet te doen. Deze kant wel. Hier komt... Even goed denken hoor, hier komt boekbindlinnen tegenaan. Het wordt dus een scharnier, de onderkant. Hier kunnen we nu nog bij. Straks ook wel, maar dan wordt het gewoon wat lastiger. Omdat je dan natuurlijk weer het een en ander in elkaar hebt zitten. En dat werkt gewoon wat minder prettig. Dus 1. Voor de onderkant gebruik ik restjes. Goedenavond, Marja. Onderkant ga je namelijk niet zien. Maar ja, als we straks gaan verven of gaan inkten, wil je ook niet dat het helemaal opgezogen gaat worden.
En mijn, die wil ik niet. Ik wil deze. Ik kan ook wat meer kracht opzetten. Dit vind ik zelf de mooie kant. Ik weet niet waarom, maar... Ja, ik weet niet waarom dat is. Maar op een of andere manier heeft dat karton een mooiere en een iets minder mooiere kant. Terwijl ze volgens mij allebei hetzelfde zijn. Dus zal weer een hersenspoeling zijn. Zoals mijn man dat nou zegt, dat zijn autistische tikken. Ja, misschien wel. Ik zou het niet weten. Oké. Dan is deze klaar, voorgewerkt. Datzelfde gaan we aan deze kant doen en aan de onderkant. Nou, de onderkant is niet zo moeilijk, want we hebben restjes genoeg inmiddels. Maar deze mogen niet dicht. Dus die knippen we hier af. En de onderkant plakken we af. En dat doen we ook aan deze. En zo maken we alles eigenlijk verf of inktproof. Ik krijg een hint dat ik mijn koffie moet opdrinken. Is dat te doen of is het een beetje hot nog? Nog een beetje heet zo te zien. Oké. Nog heet? Nee. Niet? Oh. Dit is een hele lange. Die wil ik ook niet. Oké, deze. Die gaan we er zo op zetten. En dan zo. Dus kun je mooi even kijken. Als je een kortere hebt, ga je dat redden? Nee, deze niet. En dit is eigenlijk best wel een hele rare. Want hoe gaan we dit doen? Nou, ik haal hem helemaal uit de folie. En ik leg hem erop. In het midden. En dan trek je hem in het midden over de hobbel. En dan recht naar beneden. En dan moet je hem goed vastschrijven, maar ook goed vasthouden, zodat het niet loslaat. Deze knippen we af. Dan knip ik hem in. Je ziet hem, want hij gaat hier al een hoekje vormen. Dus hier knip ik hem in. Het eerste wat ik doe, is deze kant al omvouwen. Zo. Dan kan die niet meer losraken. Datzelfde doe ik aan de andere kant. Dus de tegenovergestelde richting. Dit zit al vast. Nou, en nu is het nog heel makkelijk. Dan gaan we hem inknippen. En dat doen we op stukjes van een half centimeter ongeveer. Aan twee richtingen. En die doe je om en om. Dan ga je die vastzetten. Dus je pakt weer nummer 1. Nummer 2 gaat even weg. Nummer 1 zet je vast. Nummer 3 gaat vast. Zo. 3 gaat, 4 gaat omhoog, 5 gaat vast. En dan deze. Waarom doe ik om en om? Als je ze nou die doet en dan die en dan die, dan wordt het een hele dikke prop. En nu ga je hem een beetje verdelen. Hetzelfde doen we aan de andere kant, alleen contra. Die zit gedaan, dus die laten we nu zitten. Dus ik zet nummer 1 even omhoog, nummer 2 plak ik hier vast. 3 slaan we over, 4 plak ik vast. En dit is gewoon puur dat het wat steviger zit. Zo, en nou kun je ze allemaal dichtvouwen. Die ook. En dan is de eerste geplakt. Even goed met de boomfolder erover. Want je wilt ook niet meer dat dit los gaat laten, anders heb je gewoon straks een probleem. De lelijke flapjes haal je eraf. Flapjes houden wij niet van. Uno. Nou, datzelfde doen we dan aan de andere kant nog een keertje.
ik pak even een ander. Kijk, hier wijkt hij veel. Dus dan kan ik wel zeggen, ik ga hem erop zetten. Maar dan plakt hij niet. Dat dacht ik al. Deze steekt ver overheen. Leuk hè? Ik ben linkshandig, dus ik moet hem links vasthouden en links wikkelen. En dat werkt gewoon niet. Vandaar dus dat ik dus maar op de tafel ga werken. Want dit, kijk, werkt voor mij iets beter. Echt, ik vind links zijn zo'n drama af en toe. Dat is ook zoiets. Moet je hem met rechts vasthouden. Zo niet handig. Hopla. Hier zie ik nog een randje. Die kan er weer af. En die kan er af. Nou, dan mogen ze op het plaatje. Koffie. Yes. Dit was de onderkant. Dit is de bovenkant. Die moeten we nog wel doen. Oké. En dan... En wil jij de tussendeur even dicht? Dan komt de kou van boven. Oh, die komt. Je kan nou ook de deur openen. Zo, wat voelt dat zeg. Oké. Deze maken we open. De binnenkant en de buitenkant. En die doen we allebei vast wat ezelsoortjes maken. Zodat dat gewoon wat makkelijker gaat. Tuurlijk. Dit is dus gewoon een verbouwde paperclip. Zo. Hoppla. Dat werkt prima voor de opening. Nou. Oké. Deze houden we omhoog. En dan zetten we hem op het randje. En nou ben ik naar één ding vergeten te kijken. En dat moest ik juist zeggen tegen jullie. Van maak niet diezelfde fout als wat ik dus eerder heb gedaan. En dat zou ik dus bijna wel gaan doen. En, hè? Hi. En dat is, deze gaat hierin. Je ziet het, kijk, hij is ongeveer 2/8 ruimte. Dat mag hij hebben, want er komt nog papier in. De bovenkant hebt hij ook ruimte nodig. Omdat hier natuurlijk nog boekbindlinnen komt. Ja,
komt hij hier strak tegenaan. En dit wordt nog bekleed. Dus ik zit te denken, ik sta in dubio. Ik ga mijn randje, dus snij ik deze kapot. Ik ga hem toch nog een randje eraf halen. Puur voor de zekerheid. Hij kan beter iets te groot, iets te klein zijn dan te groot. Doe. Want bij die andere die ik had, die klemt heel erg. En dat wil je niet hebben. Dat werkt gewoon niet. Dus ik ga hem echt... Nou ja, wat zal het zijn? Eén as er ongeveer afhalen. Dat doe ik ook gewoon op het oog. Doeg. En dan moeten we hier alleen even een nieuw tapeje op doen. Hey Jetty! Goedenavond. Hoe is het met jou? Long time no see. Even kijken, heb ik nog een korter stukje? Nee, ik heb alleen maar hele strips momenteel. Dus hier doen we even een nieuw stripje op. Dat is gewoon voor de zekerheid. Oh, ga je nou echt serieus zeggen dat je me nou gewoon twee keer in de week gewoon vergeet? Staat je weer netjes? Ik zat toevallig gisteren aan je te denken. Ik denk nou, ik zag je wel op Facebook voorbij komen, dus ik denk het gaat vast wel goed. Hoe is het met Laila? Want ik zie hier helemaal niks meer van haar. En ik stuur nu wel elke dag een reminder. Hè? Tenminste, de dagen dat we online zijn dan. Niet elke dag. Dan wordt Patrice gek van me. Die hoort me al vaak zat. Oké. Poging 2. Nou, mijn lijm is inmiddels heel goed opgedroogd. Ja, dat geloof ik dat ze goed groeit. Het is nou een hond met veel te lange poten. Veel te lange oren tegenover de kop. Goed, deze zetten we er dus op. Ik check deze niet eens na. Ik vertrouw dat hij gewoon goed zit nu. Ja, je moet hem weer een keer op Facebook zetten. Kunnen we weer even kijken. Ja, ze zijn echt een puberhondje. Ik weet niet wat er nou beter is. Een puberhond of pubers in huis. Goed aandrukken naar beneden. Voordat je de strip vastzet. Kijk, want dan kan die eigenlijk al niet meer weg. En dan zet je deze. En die vouw je om. En dan is dit één kant. Dit is de opening. Dit wordt de opening. Eeuw. Doen we de tweede ook. En dan drink ik daarna mijn koffie op. Anders krijg ik om mijn donder dat ik weer te weinig drink. Beide niet. Nee, toch niet? Vind een puberhondje niet leuk? Zullen we er ruilen tegen mijn puberkinderen? Nou, één keer er wel hebben. Maar als je die andere erbij hebt, dan breng je hem gillen terug. Hoor. Hier nagaan en die moet nog zo'n 10 jaar. Goed, die andere... Dito met een sterretje, ronde kant naar je toe, zet je op het randje. Ronde kant goed zetten. Goed aandrukken. Die vind ik hem niet goed zitten, dat is beter. En dan draai je hem om. En dan deze kant vast. En dit laten we even drogen. Kijk, hij staat wel scheef, maar dat kan geen kwaad. Kijk, die druk je zelf recht. En dit gaan we even laten drogen. Dan kan ik even mijn koffie op drinken. En dan kan ik intussen even denken wat we nu doen.
weten dat het meest wijsheid is. Oké, dan gaan we zometeen even heel vervelend zitten frutten. Maar ik kan gewoon niks anders bedenken hoe we het anders kunnen doen. Ik zit toch nog even te denken. Want als die erg los zit, wil ik een ander systeem geven. Ik heb keuze uit twee systemen. We gaan eerst wat anders doen. Wat we eerst gaan doen, want anders kunnen we daar zo meteen niet bij, is deze schilderen. Nou, je moet zelf weten wat voor kleur, wat dus de bedoeling is. En dan pak ik hem heel even, de prototype erbij. Jullie zien toch niet veel, dus dat scheelt. Kijk, maar dit is gewoon een boekbindlinnen. Dat is ook wat we nu ook hebben. Nou, dit is gewoon, hier heb ik mijn plankjes even op geschilderd. Vond ik makkelijk. Maar we gaan de randen kleuren. En dat kan je dus verkiezen om dat met inkt te doen. En met verf. En ik ga een combinatie gebruiken van verf met water. Ik heb dat eens even zitten bekijken. Als ik dat moet gaan verven, kost het me mega veel verf. En eventjes dit schoonmaken, want er zit een propje. Zo. En dan krijg ik een dop niet goed dicht. Kost het mega veel verf en dan denk ik bij mij eigen, het smeert niet eens zo heel lekker. Dus ik spuit er wat water op. En ik pak daarvoor een platte kwast. Ik gebruik de Stamperia kwasten, maar goed, oké, dat wisten jullie al. En wat we gaan doen is alles... Haha, ja, lekker slim. Ik wou zeggen, alles wat tape heb en kraftpapier heb, gaan we schilderen. Maar, even kijken. Ik ga het risico lopen. De buitenkant en de binnenkant. De binnenkant laten we nog even niet. Deze buitenkant schilderen we ook. En wat is er? En de binnenkant. En die kant niet. Dus pakken deze buitenkant. Deze randen. Want deze wordt wel bekleed. En deze buitenkant. Oh, kijk. Oh, dit verft inderdaad veel makkelijker dan dat je zegt van ik doe het puur alleen met Allegro. Het loopt gewoon wat soepeler allemaal. Nou, het hoeft niet super netjes. Nou, ook niet meteen heel lelijk schilderen, want hij moet wel goed dekkend zijn. Goed in de randjes. John zit me uit te lachen. Heel gemeen. Ik weet alleen nog niet waarom. Het zal vast wel weer zijn dat ik weer zo lekker duidelijk ben. Deze randjes wel. De kans dat je die gaat zien is niet groot, maar voor het geval dat... Oké. Ik ga hem niet drogen met de heatgun. Dit is een verf wat vrij snel droogt. En hij heeft even de tijd. Kijk, je ziet al, hier is heel droog, hier de randen nog niet. Vergeet niet de top. Die moet wel even gebeuren. En deze zetten we van de kant. Even kijken, ik leg hem even op de prototype. Dan pakken we de grote kist. Alles wat hier ook kraftpapier heb of strips heb, gaan we doen. Nou, ik begin met de binnenkant. Kom er even gezellig bij staan. Vergeet niet, deze kant moet nog bekleed worden. Maar goed, wat we al gedaan hebben, scheelt wel weer.
Zeg je nou zelf, ja, ik vind het leuk om hem oranje te doen. Dat is natuurlijk ook een kleur wat aardig terugkomt. Kan je dat ook gewoon doen, hè? Dus zwart is gewoon wat veiliger. Kijk nou, koetsje hier nog. Maar ik snap best wel dat een hoop mensen zeggen van nou, jij met je eeuwige zwart. Oké, die droogt ondertussen op. Ga ik hem even zo draaien. Ondertussen is mijn verfpoeltje hier aardig weg. Weet je wat nog zo leuk is? Dit deel wordt waarschijnlijk beplakt ook. De binnenkant van deze delen, die gaan wij niet beplakken. Want als je die beplakt en je zit met een stukje tape ernaast, dan blijft straks je binnenhandel hangen. Nou, ik geloof dat die echt op is.
Die kant kan ik nog even niet zien. Deze kant aan de binnenkant, dus wat achter het, het schotje zit, zeg maar. Nou, hoef je in principe niet te doen. Ga je ook niks van zien. Even kijken, wel de bodem. Want als je het laadje eruit gaat halen, krijg je dat dus wel wit zien. Goed in alle hoekjes en de kiertjes. Wil je hem nou toch wat meer vintage hebben, kun je altijd zeggen van ik trek er nog een schuurpapiertje weer overheen. En dan haal je de overtollige verf haal je weer weg. En dan krijgt hij weer een beetje het vintage look. De vintage look. Nou, deze moet sowieso wel zwart worden. Dus die is nog niet eens een must-have. In ieder geval wel de randen. Zou je de achterkant nog van kunnen bekleden? Deze moet wel. Nou ja, je kan goed kwassen. Rembrandt, die werkt trouwens met streepjes, wist je dat? Die kwast niet. Dat is alleen maar streepjes wat hij gebruikt. Bepaalde verftechniek. En die gebruikt olieverf, dat doe ik ook niet.
Nou, hij schiet er lekker op met drogen. Dus alleen maar prettig. Even hier en daar nog kijken. Heb ik alles gehad? Ik zet hem even op zijn kant. Kijk, nu zie ik dat ik hier nog wat ontbreekt. Dus zo'n goede kwast ben ik niet. Zie je het? Gaan we. Vergeet vooral niet de binnenkant. Nou, kijk hoe ver we zitten. Komt er steeds uit. Ik denk, ik sproei er wat water in. Dan kan ik hem schoonmaken. Maar hij zegt mooi, kom nou helemaal niet meer eruit. Jong, dan zit mijn hele ding vol met verf. Dat wil ik niet. Zo. Er zit dus toch nog meer in, zie je dat? Het is de bedoeling dat het er gewoon wat vloeibaarder uitkomt, maar niet gewoon. Dus zolang dat er niet uitkomt, is het toch nog best wel veel. Ah, komt hier. Nou, dat dacht ik dus. Dat komt hier. Ja. Hij voelt meteen een stuk lichter. Zo krijg je je flesjes goed leeg. Nou, sprooi er wat water in. Zo, nou is hij wel goed. Oké, ook de onderkant. Nee, de onderkant, moet ik even kijken, je hoeft niet. De achterkant, dus waar, waar het boekbinderlinnen zit wel. De onderkant beplak ik eigenlijk nooit. Wat wel leuk is om daarop te doen, dat vergeet ik zelf ook altijd, is even je jaartal zitten, dus noods de naam, of je craftnaam, of... Leuk om er terug te zien welk jaartal het was dat je maakte. Ja, de bovenkant wel. Nou heb ik natuurlijk veel verder liggen. Dat zal je altijd zien. Oké.
Die kanten zijn gepakt. Nu moet hij omgedraaid worden. Maar hij is dus nog nat. Nou, wat ga ik nu wel doen? Nou doe ik hem dus wel verherrie maken, maar wel op afstand. Je had het zien, hier wil hij niet drogen. Dit is nogal vrij nat. Oké, dit helpt. Om erg veel eraf te halen. Je kan hem ook niet door blijven verwarmen, want dan gaat hij bobbelen. Dat wil je niet. Ik vind hem goed zo. John, als jij zo kan, het is 5 voor. Oké. Okay. Dit moet nog gedaan worden. En die moet nog gedaan worden. Even wat meer in beeld, dat is wel handig. Kijk, nu kan je meteen aan de binnenkant kijken. Oh ja, hier heb ik hem nog niet helemaal geraakt. Even kijken of ik er iets meer licht in kan krijgen. Zie ik zelf ook wat meer. Zo. En het is, oh, hier onderin ook. Zie je dat? Ja? Zeg het eens. Nou, wat moet ik zien? Wat moet ik zien? Oh. Oh ja, ze ben af. Ja, is goed. Brandt die? Ja. Ja, dat geloof ik. Als de brandweer. Als de brandweer, ja, dat deed je goed. Moet ik hem bellen? Lusje? Ja. Kusje erop? Mama, kusjes werken altijd. Niet? Oh. Maar volgens papa niet. Dat zei ik niet. Nee, volgens papa niet. Papa zegt nou. Ik zou het anders. Vroeger hielpen mama kusjes altijd. Maar dat is zeker tot een leeftijd van 9,5. Tot 10. Tot 10? Oh, dan mag het nog. Ja, ik ben 10. Oh, sorry. Ja, een beetje doof hè. Ouderdom krijg je dat. Ja. Dan zeg je nee mam, je bent nog piep. Nou, dat is ook wat overdreven. Oké. Nou, check, check, double check. Echt geen plekjes meer.
jong. Oké, nou, dit mag deze even drogen. Nou heb ik hier lekker veel verf liggen nog. Die kan erin. Die leg ik even op mijn bureau. Hey Trisha. Hey moeders. Wat was dat nou? Zit mijn vloer vol? Ja, ik ga gewoon draaien, want het is hier ook. Ja. Nou, zo. Even het ergste een beetje eraf halen. Wat is? Ja, ik zit er helemaal vol. Dat zal ik weer niet, hè. Altijd, echt. Zo, ik vind hem goed. Vind je die goed, hè? Nee, ik moet hoesten. Ja. Omdat cola wanneer in mijn mond had, ging het zo. Ja, dat zag ik hoe dat ging. En dit ging zo. Oké, ik vind het hier wel dat we het mee doen. Goed, dan gaan we terug naar deze. Nou, dit komt omdat ik hem daarop neer heb gelegd. Je vergeet me gewoon. Serieus. Ja, nou echt te... Te triest gewoon. Te triest. Nee. Even kijken hoor. Nou zit ik te denken. Wat gaan we nu eerst doen? Want we hebben dus meerdere opties. En ik moet eigenlijk nu eerst aan de, aan de binnenkant zijn. Wat? Jij moet je vanaf blijven. Is niet voor jou? Ook niet voor jou. Aan de binnenkant zijn van mijn koffer. Maar die is nog nat. Heel handig. Doei. Doei. Slaap lekker. Echt geen zo. Echt geen, je hebt je handen gewassen, toch? Ja. Nou, doei pop. Dus toch maar even een beetje droog, hè. Nee, dat was niet goed. Nou. Zit alweer vol. Ik vind dat zo lekker ruiken. Ja, we zijn aardig aan het opschieten geweest. Als je dat karton warm maakt, dat heeft zo'n lekkere lucht. Dat vind ik ook trouwens van dat
die decoratiechips. Dat ruikt wat zoetig. Doe. Goed. Deze. Die komt hierin. En hij past prima. Al zeg ik dat zelf. Hij past meer dan prima. Oké. Dan ga ik even denken, hoe gaan we deze nou bevestigen? Ik had die andere, had ik anders bevestigd eigenlijk. Dankjewel, Skatje. Ik denk dat ik deze weer op een andere manier ga doen. Ik ben even denken hoor, niks aan hand. Alleen dan kan je hem niet open laten staan. En wil je hem dan showen? Nou ja, kan je hem ook dicht laten. Hij hoeft niet open te sluiten. Oké. Wat ik ga doen, is het volgende. Ik ga lint pakken. Als ik erbij kan. Jawel, dat lukt me wel. Of zal ik zwart kant? Oh nee, dat doe ik. Ik ga zwart kant pakken. En waarom pak ik zwart kant? Nou, omdat ik mijn zijkant ook zwart heb, vind ik dat wel mooi. Wat je ook kan doen, is gewoon wat leuke kleurtjes uitkiezen qua inkt, wat dus bij je papier past. En je inkt zelf kleuren met dat crinkle ribbon. Nou, ga ik nu niet doen. Ik heb hier al plenty aan kantwerk. En ik vind dit wel een leukert. Jou niet. Die ga ik gebruiken. Ik hou van kantjes. Zo. Even mijn boodschappenbriefje. Want dat heb ik niet opgeschreven. Ja, ik heb wel wat opgeschreven. Vroeger had ik hier een potlood liggen. Is nog niet zo... Oh, die ligt nou hier. Even kijken, want ik had hier ergens kant en daar... er stond geen kant, er stond lint. Staat er nog niet op? Ja, staat hier wel op. Kant. Oké. Okay. Meteen even aanpassen. Goed. Nou, niet deze. Deze. En dat moet zijn. Ik denk ongeveer dit. Is misschien wel een beetje te lang. Zo. En dit is... Hey, Pommetje! Hi! Goed. Oh, je hebt me bleek. Ja, dan gaat ze mijn vloer aflikken. Let op. Ze is gek op bleek water. Maar ze vindt het wel vies aan de voeten. Oké, ik hou hem op 12 inch. En dat dan keer 2. En ik knip hem door de midden. Dan pakken we tapejes. Ik was er door mijn rol heen, dus ik moet even kijken. Hoor ik het hier als het goed is? Ook nog liggen. Wat is dat dan? Even kijken. Ik zet hem ongeveer op 1/3 van de bovenkant. Dan moeten we wel rekening houden tot niet hier bovenaan zetten, maar wel wat lager. Want je zit natuurlijk
met hoogteverschil. Dus ongeveer globaal. Hier. Dan mag er niet bovenuit komen. Zoals we het eigenlijk altijd doen. Dus een stukje onder de tape. Hi Ingrid. Stukje onder de tape, want deze gaan we dubbel slaan. Daarop gaat een tapeje. En hier halen we weer het papiertje af. En dan vouwen we hem om. Dat geldt ook voor deze kant. Want je moet natuurlijk zeker weten dat je hem niet lostrekt. Want dan heb je gewoon een probleem als hij klaar is. En hij zit nu gewoon echt vast. Nou, die geven nog een stukje tape erop. En nu wordt het toch wel best wel dik. Eindelijk, mooi. En hier overheen wil ik nog even een klein stukje kraftpapier doen. En dat is puur om alles weg te werken. Dus ik lijm hem ook gewoon. Dan moet ik eerlijk bekennen, ik lijm hem nu per ongeluk aan de verkeerde kant volgens mij. Nee, niet. Hij gaat het alle plakjes. Is dat nu weer voor Nederlands? Alle plakbandjes gaat hij bedekken. En dit stukje maken we zometeen zwart. Goed aandrukken. Goed. Even mijn nieuwe zwarte verf pakken. Nou. Okay. Die gaan we even drogen.
Jullie zeggen ook niet dat ik buiten beeld bezig ben. Goed, hou er wel rekening mee als je gaat verhitten. Als je synthetisch kant hebt, ik ben bang dat dit ook is, dan is het brrrt, dan is dat weg als je hem extra gaat verhitten. Hou er rekening mee dat je hem dus niet vol hitte op je kant zet. Maar hou er even afstand van. Oké, deze. Dit gaat nog steeds als een trein. Oorspronkelijk waren dit Pokémon-banden. Ja, ik heb ze inmiddels al zo lang. Dat ze gewoon even zwart zijn geworden. Ik ben ook nog de enige van ons vieren die ze hebben. En ik doe er alles mee. Ik doe ze eigenlijk nooit af. Doe ik helemaal nooit wat. Dan gaan wij pakken een stukje. Dan moet ik even heel goed denken. Gaan we die eerst doen? Nee, ik heb dat ook nog niet op het briefje staan. Maar dat heb ik ook nog niet op het briefje staan. Oh, dat schiet wel op. We zijn lekker bezig. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Gaan we eerst die afmaken? Of ja, één voor één. Ik ga hier even een stukje boekbindlinnen voor pakken. Nou, de kleur is nu eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Ik ben even graaien. Want je gaat er niks voor zien. Ik pak gewoon zwart. En dan moet ik even gluren. Hoe had ik dat vorige keer gedaan? Volgens mij even voelen. Zit dat aan de... Oh, dat kan niet meer. Zat dat aan de binnenkant? Oh, dear. Zat aan de binnenkant, hè? Ja. Ik zit te denken. Wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Ik ben even denken. Want wat ik al zei... Ik liep bij de vorige heel erg er tegenaan. Dat het niet helemaal liep wat ik wilde. Dus als ik dit nu zo doe. Dan kan deze aandrogen. En dan gaan we hier zondag mee verder. Dan zit dit vast. Ja, oké. Wat staat mijn glas in? Oeh, koud. Oké. We pakken even mijn kleine snijmat. Mijn kleine snij. Kijk, nu gaat hij weer. Gek hè, als je er even mee bezig bent, gaat hij wijken. Dus, maar dat trekt zo meteen wel weer goed. Deze moet aan de binnenkant zitten. Dus hij moet een klein stukje moet hij eraf. Nou, vind ik dat niet zo heel erg, want het wiebelt toch aan alle kanten daar. En als dat een beetje meer eraf is, is dat ook geen probleem. Hij moet gewoon goed passen. En dan doe ik de witte kant, wat mijn plakdeel. Dus hij komt er zo op. Eigenlijk is hij vrij lang. Maakt op zich nog niet zo uit. Ik vouw hem wel door de midden. En ik maak er een lijn in. En die lijn moet namelijk op het randje komen. Dus echt niet eroverheen, maar hij moet op het randje komen te zitten. Nou kan je hiervoor mixed media gloed gebruiken. Mijn ervaring is alleen dat dat niet zo heel erg geweldig is voor boekbindlinnen. Dus ik gebruik er toch echt de extra forte voor. En ik smeer goed de randjes in. Vooral de randjes.
Ik zal even wat meer in de camera werken. Is misschien wel slim. Zo, ik hoef hem niet eens te verdelen. Vergeet niet, de vouwlijn gaat op de rand. Zo, je kan het voelen als je je vinger erboven houdt. Wel een beetje in het midden, is wel prettig. Als je alweer op wil schuiven nog, nou. Dat is dus extra forte. Vast is gewoon vast. Goed aanduwen. En het liefst met een boomfolder. Dat het lijm er aan alle kanten uitkomt, vind ik helemaal niet erg. Goed strak. Echt goed strak. Belangrijk, echt heel belangrijk. Zo. En wat ik dan doe, ik ga hem in de klemmen zetten. En dan hoeven het niet eens van die hele zware klemmen te zijn. Ik pak gewoon een paar van die hele kleine miniatuurklemmetjes, want het gaat puur tot het randje vastgezet wordt. En die laat ik ook rustig een paar dagen zitten, gewoon tot van de week of zo. Tot we weer verder gaan. Maar minimaal, nou ja, tot het droog is, half uurtje, uurtje. Hier doen we verder nu niks aan. Dit laten we nu gewoon met rust. Nou, dan gaan we vast verder met een deel waar we nog eigenlijk geen voorbereiding van hebben. Die laten we nu ook even met rust. Want ja, daar kunnen we nou niet meer verder. Maar dit deel wel. Ik heb hier al 4 latjes. En ik was zo enthousiast bezig. En dat was de bedoeling toen ik de prototype deed. En toen deed ik het dus al voor deze. Ik heb hier 4 plankjes en die heb ik opgemeten. Wat heb ik gedaan? Ik heb ze de hoogte gehouden van de deksel. Ik ga hem even kijken hoor. Even wat meer naar beneden zetten, zodat jullie wat meer kunnen zien. Zit ik er nou in? Nu zit ik pas in beeld. Ze zitten namelijk onder deze rand. Kijk. Onder die rand. Dat 2 voor die kant. 2 voor de andere kant. En ja, je hoort ze, want ze zitten strak. En dat is niet erg, dat moet. Dan heb ik namelijk ook 2 plaatjes gemaakt. Dus allemaal uit de 2 mm karton. Ik zal dit wel op het boodschaplijstje zetten. En als ik deze 2 plaatjes hierop leg, dan valt die exact in de opening, kijk, er gaat zelfs een beetje... Waarom ga je nou? Oh ja, toen ik heb geschilderd, dus gaat het iets lastiger. Dan zie je dat zelfs schilderwerk al werkte. Meestal wil het ook nog wel eens helpen om hem iets om te draaien. Nou. Ze willen niet blijven staan, zie je dat? Er zit verschil tussen de grootte van de potten, lijkt wel. Oké. Okay. Hij moet hier dus tussen kunnen. Past die ook? Kijk. Ah, mijn plankjes liggen weer om. Je moet het even van me aannemen. Ze willen niet blijven staan. Hoe kan ik dat nou het beste laten zien? Als ik jou nou eens zo zet. Even kijken hoor. Als ik ze dan hierop leg... Allebei. Kijk of het nou wil. Loopt hij in ieder geval net echt. Het is misschien een millimeter of 1. Ik denk een 1 millimetertje. Onder deze rand. Hij moet erin vallen. Alles wat hij te ver buiten valt, kom je in de knoop met de onderkant. Dus je ziet het, hij gaat er niet soepel in. Dus ik ga hem wel iets eraf halen nog. En dat heb je alleen al door schilderwerk. Hè? Hoe belachelijk is dat? De zijkantjes, die zijn prima, want anders vallen ze niet steeds om. En het, ook dit, het is weer, nou, millimeter werk.
Dus ik haal er, nou ja, iets meer dan een friemeltje eraf. Wat is het? Misschien 1/16 of zo gaat eraf. 1/16 inch. En dat doe ik aan beide kanten. Want hij moet er namelijk invallen. En we gaan daar nog wat leuks mee doen. Heb ik dat al voorbereid? Nee. Komt erin? Geen flauw idee? Weet ik nog niet. Okay. Dat zit niet goed. Gaan we weer een poging doen? Wat is het, pommetje? Ben je aan het rennen? Nee, hè? Ja, raar hoe doet ze dan, hè? Nou, een pommetje en rennen is al heel wat. Kijk, nu past hij er prima in. Hij leunt dus op de balkjes, zeg maar, die we erin gaan maken. En nou zie je dus dat hij hier al... Een klein stukje, ja, je ziet het eigenlijk niet. Ik denk dat jullie het meer horen dan zien. Tegenaan zitten. Die balkjes, die lijmen we erin. We persen ze eerst even op elkaar. En die worden ook beschilderd. Dan zat ik te denken, nou kunnen we zeggen, we doen zoals het eigenlijk wel heel erg netjes is natuurlijk. Tape eromheen. Ik ga er even bij zitten. Maar als ik er hier tape om ga doen. En ik doe dat aan de onderkant ook. En we zetten hem er weer in. Dan klopt mijn verhouding niet meer. Want het tape met het papier. Zo'n stripje. Is misschien. Nou. Geen flauw idee. Maar twee kanten. Want je hebt de onder- en de bovenkant. Dan kom je weer gauw op misschien op 1/16 uit. En dat moet je niet willen. Dus wat ik ga doen, ik ga ze zo lijmen. We hebben gezien dat het prima... Nou, ik ga hier even deze voor pakken, want ik knijp me eigenlijk helemaal een breuk. Dit is de college gel. Blijft hij iets langer nat, dat dan weer wel. Maar goed, oké. Okay. Daar is nog nooit iemand aan dood gegaan. Dus vast het karton ook niet. Oh, niet op mijn mat. Goed op de grond zetten. Of op de ondergrond zetten. En vastknijpen. We hebben dus gezien, als je grijze bord gaat schilderen. Dan heb ik het dus echt over het grijze bord. Dit kan veel minder vocht hebben dan deze bruine. Ik wil niet zeggen dat het goed is, maar het lukt. Oké, ik ga deze wel even in de klemmen zetten. Ik denk wel dat hij dat heel prettig vindt. Gewoon zodat het niet meer kan schuiven. Ik kan die even goed aandrogen, want wat ik al zei, hè, die college gel die is toch wel iets minder... Snel drogend. Mocht je nou nog zien, zoals hier zie ik het ook, dat hij niet 100% recht is. Hier zit hij namelijk wel exact op elkaar. Kan je het nog bijwerken? Mocht hij dwars gaan zitten. Dan gaat hij nog meer van die balletjes. Ja, die liggen hier nog.
Als ik dit doe, dan verspreid je de gel. Kijk of ik nog los krijg. Ja, komt hier. Kijk, verspreid je nu wat beter. Zo. Komt er flink uitproppen. Ze hebben wel last van de vacht, zie je dan? Ja, moet ze even lossen. Zeg. Vastmaken. Hè? Ze hangen, zie je. Ja. Morgen weer even die vacht eronder, de ondervacht er weer uithalen. Het is weer de periode, hè? Oké, deze plat kwam aan de zijkant en overal uit. Dus dat verspreid ik gewoon kan geen kwaad. Kijk, dan kun je het ook zien meteen. Vieze vingers. Dus. Die. Deze zal ondertussen weer een beetje droog zijn. Nou, ik had hier nog wat verf liggen. Oh, even wachten, dame. Het is nog geen koetsietijd. Ik ga hem niet helemaal verven. Waarom niet? Omdat ik hier ook, net als op de achtergrond, toch iets van papier wil hebben. De koetsie is het er niet mee eens. Nee. Oh jee. Kom, pop. Pommetje. Nou, Marja, breng je katten maar weer tot rust. Nou, zij vindt het wel. Zijn ze weer aan het zoeken of valt het mee? Goed, ik pak de randjes, want de randjes ga je zien. Althans, één kant ga je zien. En ik doe hem zo, zodat we de zwarte randen hebben aan de zijkant. Hier komt lijm op, dus die laat ik zo. Nou, deze dito met een sterretje. Nou ben ik dus weer door mijn verf heen. Ho. Ja, grappig hè. Ze is weer uitgewandeld, dus wil ze meteen weer de kippie hebben. Ze is afgevallen. Ja, ze is weer afgevallen, ja, met recht. Ze mist zeker wel 2 gram. Verwende poeserprinses, echt hoor. Vandaag weer voor mijn vrouw zitten koken. Ze kan de hele maand weer voort. Nou, waarom ik nou eigenlijk alle zijrandjes doe, ik heb geen idee. Het heeft helemaal geen nut. Maar goed, dan weet ik zeker dat ik niet fout kan. Fout kan plakken. Zo. Die gaat daar weer in. Die gaan we even aandrogen. Even de dop op mijn gel.
als die randjes niet willen drogen, is het gewoon een te dikke laag die erop ligt. Dus vandaar dat ik even mijn vinger eroverheen haal, want daarna droogt die wel. Inmiddels zijn mijn handen weer helemaal smerig. Nou ja, het moet maar. We pakken hem er weer bij. Ik ga weer met deze doen. Want op zich is dat prima gel. Dat heb ik al eerder verteld. Even kijken. Ben ik helemaal in beeld hier? Nou, je hebt kans dat hij nou iets strakker gaat vanwege natuurlijk de verf. Raar hè, dat dat ook al invloed heeft. Op de bodem. Echt naar beneden drukken. En dan kan hij vastgeknepen worden. Kijk eens aan. Alsof het ervoor gemaakt is. Andere kant wordt een groter probleem, denk ik. En dan deze ook. Deze. Goed aandrukken en dan. Ik heb hier grote, even de camera bewegen, want die zit aan de stang. Oh, dat zie je wel, John, dat werkt hartstikke goed, die gekke dingen voor jou. Hopla. Hij zegt, heb je er wat aan? Nou, zeker weten. Dit redt hier niet, hè? Nee. Goed, dit laten we nu ook zo drogen. Ja, hier kunnen we nu ook even niet verder. Deze plaatjes, die doe ik in de deksel. Of eigenlijk in de bodem. Dan, hoe laat is het? Wat zal ik doen, Patrice? Zal ik nog even verder gaan? Maar ik weet niet hoe lang we daar nog mee bezig zijn. Of zal ik het hierbij laten? Kan alles goed drogen? Ik denk dat dat beter is. En dan kunnen we een briefje schrijven weer. Wat we komende keer nodig hebben. Heel misschien dat ik van de week wel zeg. Nou, ik denk niet dat het van de week wordt. Ik wou zeggen dat ook nog wel even live gaan. Maar ik heb deze week echt nog wel een best wel een drukke week. Een beetje een rare week. Dus dat gaat hem niet meer worden. En ik heb de kids thuis momenteel. Nee, ik laat alles lekker drogen voor komende zondagavond. En dan gaan we lekker verder. Dan gaan we deze zo goed als afmaken. Dus dames, we gaan dan beginnen met designpapier. Er komt hier ook iets van metaal aan. We gaan even kijken of we het andere vak ook al kunnen vullen. En een begin kunnen maken misschien aan de laadjes. Maar dat zullen we zien. Dankjewel voor vanavond en ik zie jullie komende zondagavond om 7 uur hier bij Creative with Scrap It. Doei!